Zo, dat lijkt godverdomme wel een troonrede, hé, dit. Hoi, hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag de allerlaatste video weer van dit jaar. Jawel, want oud en nieuw staat voor de deur. En de kerst staat tevens ook voor de deur, jawel. Want binnenkort, over een paar dagen tijd, zitten we ons weer helemaal vol te vreten, te zuipen. En onder te dompelen, onder alle luxe cadeautjes. Vrienden, familie, kennissen, of helemaal niemand. Of je kat, of je hond, of gezellig de tv aan. Leuke programma's, stomme programma's, gekke programma's. Gewoon daar waar je zin in hebt. In ieder geval, je bent vrij. Als je werkloos bent, dan ben je altijd vrij. Maar daar gaat het niet om. Het is kerst. En dan is alles dicht. Dus het kan ook heel depressief eigenlijk zijn. Want dan is alles dicht en dan verveel je. Als je alleen bent, dan kan je nergens heen. Dan ga je een hele mooie lekkere wandeling maken. Dat kan ook natuurlijk. Hè? Dus voor iedereen een vrolijk en fijn kerstfeest gewenst. En daarna wordt het oud en nieuw. En dan gaan we weer vuurwerk afsteken. Ook weer met vrienden, met kennis. Of misschien gewoon weer alleen. En gewoon gezellig met je kat, met je hond. Of lekker slapen, weet ik veel. In ieder geval, iedereen brengt gewoon zijn feestdagen anders door. En voor al die mensen, voor iedereen hemelsbreed, wens ik jullie allemaal de beste wensen. En alvast een fantastisch, voortreffelijk of iets minder voortreffelijk en mooi fantastisch 2020. Ik heb er zin in, ik ben eraan toe, ik ben er helemaal klaar voor. 2020 wordt een heel bijzonder jaar, hoe je het ook wendt of keert, wat er ook gaat gebeuren. Het wordt een jaar om niet meer te vergeten. Maar 2019 was ook een jaar om niet meer te vergeten. Het was een fantastisch jaar, lekker op vakantie geweest, leuke premières bijgewoond, vette dingen gedaan, fantastische attractieparken bezocht. En gewoon leuke dingen gedaan. En ik heb er zoveel zin weer in om dat in 2020 weer lekker met jullie allemaal door te nemen. Om weer lekkere nieuwe avonturen te doen. En om gewoon weer wat nieuws te proberen. Dus dat gaan we zien. 2020, nogmaals, hou het kanaal in de gaten. En dan zie je vanzelf wat er allemaal op ons pad aankomt. Voor nu wens ik jullie nogmaals een hele fijne kerst toe. En een fantastisch, voorspoedig 2020. Kijk uit met vuurwerk, zuip niet te veel, want de volgende dag ga je hem voelen. Ja, voor nu, dank voor het kijken. Vergeet geen likeje te geven. Vergeet even niet te abonneren, want dan ga jij volgend jaar zien wat er nog meer allemaal gaat gebeuren op dit kanaal. En dan wens ik jullie echt alweer, dat heb ik nu al twee keer gedaan volgens mij, een hele fijne kerst en een goed uiterlijk.